Oké. Volgens mij ben ik nou in beeld. Ik wil het even. Het wordt een beetje serieus. En het heeft natuurlijk van alles te maken met buitenlanders. Aliens. Mensen die niet van deze planeet zijn. Omdat ze denken dat ze op een planeet leven. En er zijn mensen onder ons en die denken dan. Gaan we lekker op de maan, gaan we een kolonie stichten. Dan gaan we daar satésaus maken met patat. En vinden ze eerst satésaus uit natuurlijk en daarna patat. Er zijn mensen niet van deze planeet. David Icke die noemt ze reptilians. Zechariah Sitchin heeft het dan echt over echt Anunnaki. Zo. En een ander woord is Argons. Het zijn mensen niet van hier. En wat nou zo aardig is, en dat wil ik jullie in deze uitzending laten zien. Dat is het YouTube kanaal. Dan doe ik gewoon dit. Het gaat om een Duitse man. En hij woont nou in België. Met zijn moeder. En dit is ons ene ding. Oh, 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 oh. Niet de bedoeling. Uit met die muziek. Dit bedoelde ik dus niet. Nou, dan probeer ik het nog een keer. Jo. The secret Kijk, deze man, en je mag hem uitmaken voor wat je maar wil, hè? Dat maakt me geen donder uit. Dat heb ik allemaal gekeken, zie je dat? Watched, 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 watched. Ook omdat ik depressief was en gewoon geen zin had om wat te doen. En ik kom gaan een filmpje kijken, luisteren. Maar waar hij het over heeft, daar zit wel degelijk wat in. Net als dat ik al eerder gezegd heb, dat in de Koran, daar zit ook wat in. En in brood natuurlijk ook, eigenlijk. Zo. Moet je wat goede brood hebben, maar er zit altijd wel wat in. Maar deze man, die heet Jörg Glissman, waar hij bij stilstaat, is de komst van de antichrist. En dat concept is eigenlijk logisch. Dus ik heb aan hem ook een brief geschreven. Twee inmiddels. Om te vertellen dat het logisch is. En waar ik jullie toe wil uitnodigen. Is om toch minimaal een paar van deze filmpjes te kijken. En jullie hebben daar gewoon geen zin in. Natuurlijk. Dat kost je allemaal tijd. Maar het is goed besteden. Ik moest even wat opzoeken. En nu gaan we weer door. Dus dit ging over Jörg Glissman, die Duitser. En hij heeft zich dus verdiept in dit begrip vooral. Ik zal even kijken of ik hem kan aanwijzen. Ik kijk er vooral goed naar. Het is geen grapje. Ik doe er niet van mijn lol.
sociëteit van Jezus. Kijk, het verhaal van Jezus, dat ging erom dat je dankbaar kan zijn, mag zijn en moet zijn voor het feit dat je leeft. En of je nou 5 paar sandalen hebt of gewoon maar 1 paar sandalen. Het voordeel van 1 paar sandalen is dat je er niet 4 paar in je rugzak de hele tijd hoeft mee te sjouwen van het ene dorp naar een andere dorp. Jezus is de. Dat verhaal daarvan. Dat is allemaal later logisch bewezen. Maar dan zijn we alweer zoveel jaren verder. Ik heb dus iets voorbereid. En dit wou ik even opzoeken. Dit is de website Rood IJs Creaties. Dat is Red Ice, Rood IJs Creaties. Het slaat helemaal nergens op deze hele term. Completely bullcrap. En zo is het ook bedoeld. Dus daar is niks mis mee. En die hebben altijd van alles. En die Nowicki, die ken ik al heel lang. Dat is een hele leuke schrijver. En ze hebben allemaal mooie. Er wordt iedere dag geüpdatet. Dat is gewoon geweldig dit. En veel over refugees. Hè? Maar ze hebben de moeite genomen om dit filmpje erop te zetten. Zien jullie hem al? Ja, dat is deze. En dit filmpje is gemaakt door een meisje. Ja, het is niet echt bijster goed gefilmd. Maar. Zullen we er eventjes naar luisteren? Guten Tag. Dat is een Deutsche. Ik kan het waarschijnlijk schon alle lezen, was dit video beinhalten soll. Asylpolitik in Deutschland. Ik heb mir sehr viele Gedanken gemacht, ob ik überhaupt dieses Thema hier ansprechen werde. Auf Facebook, sei es auch auf YouTube. Denn ich werde jetzt bald 17. Kijk. Und das. Dit filmpje, dit moeten jullie zelf maar helemaal lekker uit gaan kijken. Zij is dus een half jaar ouder dan mijn dochter, denk ik. En zij scheidt 7 kleuren stront. En ik wil altijd positief afsluiten. En mijn positieve afsluiting die gaat worden dat dit een oproep is aan ons om hier iets aan te gaan doen. Dus degenen die hier binnenkomen en die weten van die en die en die, die vallen wel eens meisjes lastig, maar dat doen ze een beetje makkelijk over. Die wonen in Kafferland. En Kafferland wordt aangevallen. Denk aan die eerdere video die ik vertel, die ik heb laten zien van die Mohammedaan. Het land waar je woont, dat is niet het land waar je met je zweetvoeten staat. Het land waar je woont, is het land waar je woont. Ik ga even kijken waar ze echt bijna in tranen uitbarst. Hier. Dit is helemaal geen kut meisje. Dit is gewoon een aardig meisje. Meer en meer runter. Ik verstehe es nicht. Ach ja, en ik war dan einmal dort im Sommer. En het was Hochsommer. En ik heb een T-Shirt getragen. Dan is een Tür zu mir gekommen. Allah sieht dich. Er weiß, dass du unhygienisch bist, du kleine Schlampe. Was denkst du eigentlich? T-Shirt trägst du? Trägst du T-Shirt? Warte, wir sind in Deutschland. Ja, ich trage ein T-Shirt im Hochsommer. Ja. Kijk, bei uns mogen de meisjes dat. Dat mag in Hochsommer. Dat mag
mensen. Dat is gewoon toegestaan. En je blijft met je poten van de meisjes af. En weet je waarom trouwens? Nou, dat is, je blijft met je poten van andere mensen af. Wat dacht je daarvan? Dus ook meisjes. Even naar zijn huilbui gaan hoor. Dit is gejank over Angela Merkel, Fatima Merkel. Maar ze heeft niks aan. Kijk, hier wilde ik naartoe. En ik hoop dat degene die hier naar luisteren, dat die weten dat er zoiets als een schietvereniging bestaat. Je kan je er. Op zijn minst kan je gewoon gaan oefenen. Ja, also ich möchte mich jetzt bedanken für die, die das Video angeschaut haben. Und meine große Bitte ist, dass ihr die Frauen und uns Mädchen auch beschützt. Weil wirklich, es ist ein Hilferuf, den eigentlich jeder ignoriert im Moment. Leute, ich habe wirklich Angst. Meine Freunde haben auch Angst. Meine Freundin hat sich sogar Pfefferspray zugelegt, einen Elektroschocker, weil es ist wirklich abnormal, was im. Gaan we positief afsluiten? Want dat is ook wel een heel erg goed idee. Dus wij gaan onze wijfjes leren dat als je dan. je moet gewoon bepaalde dingen niet doen. Dus dan hebben we gewoon een temporeel hoofddoekgebod of zo. Maar je gaat jezelf niet exposeren op straat, ze komen achter je aan. En daarnaast heb je gewoon bij je. En dan moeten zij ook maar leren. Dat is ook precies waar wij naartoe moeten. Dat die wijven sterk worden. En dat is natuurlijk kut voor die wijven, want die gingen liever achterover zitten. En dat zou ik ook voor ze willen. Maar daar is het nu niet de tijd voor. Hè? En zij zullen ook overeind moeten komen. En wij ook natuurlijk. En ik ga jullie vooruit. Ik ben net als een SS'er. Ik ben de kolonel die voert de aanval aan. Hè? Want ik ben al bijna 60. Mij maakt, voor mij is mijn leven. Ik heb afgerekend of zo. En jullie, jonge klootzakken, die hier naar luisteren, jullie gaan je wijfjes beschermen. En dat ga je goed doen. En denk er vooral aan dat toen die Duitsers. In die tijd van Adolf Hitler, dat is een grapje. Maar Adolf Hitler, in die tijd dachten die Duitsers dat ze iets gingen doen voor hun wijfjes. Maar dat is niet helemaal goed gegaan. Maar er zijn er miljoenen verkracht. Dus jullie jonge jongens, als jullie dit soort. Ja, ik vind het een. Ik ken haar niet natuurlijk, maar het lijkt mij toch wel een hele mooie vrouw. Nou, als je dit wil beschermen, dan zal je echt je broekriem op moeten halen. En toch echt wat moeten gaan doen. En dat is bijvoorbeeld naar de schietvereniging gaan of op biljarten. Je gaat gewoon lekker of je gaat poelen. Zo. Je moet heel erg naar die rust terug. En voelen waar de Satan, de antichrist, waar die vandaan komt. En hoe die zijn kop. Steekt.
Dat is heel moeilijk. En jullie voordeel is ten opzichte van mij, dat jullie jonge klootzakken, jullie horen mij. Jullie weten het nu. En toen ik zo oud was als jullie, toen wist ik helemaal nergens van. Ik was gewoon Teletubby in La La Land. En ik schaam me er niet eens voor. En ik heb er ook geen spijt van, want ik kon er niks aan doen. Maar jullie horen dit. Jullie weten het nu echt. Als we nu ons best doen, dan schieten we cognitief gesproken door. En dan wordt er in één klap heel erg veel duidelijk. Nou, om het echt heel mooi af te maken, want jullie willen natuurlijk ook allemaal slapen. Dan gaan we even naar plaatjes kijken. Pakken we die hele mooie van de Apocalypse. Dit boek heb ik ingescand. Dit is de voorkant. En het woord Apocalypse betekent, dat is het einde der tijden. Het is het laatste boek van de Bijbel. En dit is de achterkant. En deze man, die zijn kunst, die was door de nazi's, en dat is de paus. Kijk, ik een beetje kan inzoomen. Kijk, de nazi's, dat was de pauze, die hadden zijn werk tot entartete kunst verklaard. En dat betekent ontaarde kunst. Want wat hij deed, is dat hij een... Hij was super expressionistisch of impressionistisch. Jullie zullen het zo dadelijk wel zien. Maar als hij een uiting had van een beeld, dan gooide hij dat eruit in een paar streken en dan was het klaar. En dan daarna heel nauwkeurig uitwerken natuurlijk. En hij moest dus vluchten voor die Duitsers, voor de paus. En hij vluchtte naar Nederland. En toen kreeg hij een aanbod om litho's te maken van een bevriende uitgever. En dat was dus Waanders in Zwolle, Bijbels Museum Amsterdam. Dat is heel erg mooi werk dit. Dit is hemzelf. Zo zag hij eruit. En hij had een asbak. Ik denk dat hij rookte. En dit is de zoveelste pagina. En nu de mooie plaatjes. Want hier gaat het om. We nemen deze. Alleen maar deze. Kijken of ik me helemaal in beeld kan krijgen. Beter. Zo. Oh, nee, dat ligt niet. Oké. Nou, zien jullie het plaatje? Dit lijkt een gefriemel van een kind, maar dat is het niet. Als je heel erg goed kijkt, dan zie je dat er allemaal dingen in zitten. Allemaal lijnen.
Allemaal kleuren. Ik ga niks aanwijzen. Jullie moeten dat zelf maar gewoon lekker uitzoeken. Je moet hier gewoon lekker naar kijken. En dit is de eerste tekening die dus Max Beckman heeft gemaakt van het boek Openbaring. En wat hierin verwoord staat, dat heb ik dus hieronder op, ik heb het allemaal netjes uitgezocht. Want ik heb dus dit boek letterlijk zelf. En ik heb het ingescand voor Jurk Gliesman. En daarom kunnen jullie er ook naar kijken. En het belangrijkste is dat jullie luisteren naar mijn stem. Dat je gewoon lekker achterover gaat hangen. Je moet dat plaatje, dat pak je er maar een keer bij. Maar het eerste wat er staat, waar hij mee begint, dat is Johannes hoofdstuk 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En Max Beckman heeft hier geschreven, im Anfang war das Wort. Zie je, dat gaat hem door. Hè? Prachtig. Want dat dit zo is, dat is zo. Je kan je op je kop gaan staan, dan kan je proberen om je neus in je anus te stoppen, maar dit is zo. En als wij dat niet erkennen, dan zijn er mensen die daar gebruik van maken. En dan zijn wij slaafjes. En dan krijg je dus hier, dit is Johannes hoofdstuk, dat is in principe dus geen openbaring, want dit is een evangelie. Dit is openbaring, hoofdstuk 14, vers 13. And I heard a voice from heaven saying unto me, write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth, yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Ik zie er ook naar uit. Dit is gewoon, dit is zo hoe het is. Kijk, en dat is ook wel leuk, want dit is oud-Engels, hè? Dit is dus een V. Je spreekt hem uit als V. En dit is dus een U. Een U. Vandaar dat het de W in het Engels, deze dus, hè? Dat heet een dubbel U. En dat is een vanwege dit ding. Ja, dat is een U. Snap je? En dit is een V. Ja. Heaven. Saying unto me. Waar dit over gaat. Wat openbaringen. Openbaring. Het boek zegt. Is aan het einde van de rit. Vind je het helemaal niet erg om de pijp uit te gaan. Want dan hoef je in ieder geval niet meer af te wassen. En wat jij voor elkaar gekregen hebt, dat heb jij voor elkaar gekregen. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. En dat is een hele. Dit is het ding.
Want waar dit over gaat, wat hier staat, dus hij veroorzaakte dat iedereen, klein, groot, rijk, arm, vrij, gebonden, om te ontvangen een markering in hun rechterhand of in hun voorhoofd. Wat staat hier? En dit is niet voor mij om dit jullie allemaal uit te leggen. Dit is voor jullie om dit zelf te begrijpen. Dit is niet, dit heb ik niet op nu jij gevonden of zo. Dit komt uit de, dit is de, deze Bijbel komt uit het 1611. En wat hier staat, er zijn mensen onder ons en die zijn van lotje getikt. En dat zijn ze omdat ze van lotje getikt zijn in hun voorhoofd, gewoon in hun denken, ze rammelen niet, of ze zijn gewoon niet oké in hun handelen. En het handelen, dat gebeurt vanuit de rechterhand. Omdat je hart aan de linkerkant zit. De hele geschiedenis van de mensheid, die staat eigenlijk gewoonweg, stomweg, in de Bijbel. En dat wist ik ook niet toen ik de Bijbel voor het eerst las, hoor. Dus ik wil niet uitgemaakt worden voor een of andere wijsneus. Ik ben gewoon een domkop. En dan krijgen we nu dus, we zijn in Openbaring hoofdstuk 13, dan krijgen we nu versus, zeggen ze in Engels, versus 17. Hè? And that no man might buy or sell, save that he had the mark or the name of the beast. Or the number of his name. En dat is ook precies wat er aan de hand is. Want wat wij nu zien is dat het kopen en verkopen, dat is allemaal hartstikke moeilijk geworden. Je mag als consument een beetje op marktplaats.nl mag je je overtollige tuinameublement aan een ander verpatsen. Maar waag het niet om van aardbeien in je tuin aardbeienjam te maken. Want dan komen ze even langs hoor. Dat mag je allemaal doen, maar dat kan niet zomaar. Dit is Nederland, Nederland is van ons. Tenminste, hier in Nederland zeggen die klojo's dat dan. En in Denemarken zeggen ze natuurlijk van, Denemarken is van ons. Of whatever. Here is wisdom. Let him that hath. Dan is het hath. Ik kan het ook helemaal niet. Understanding. Count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Dit is dus, we hebben het hier over een boek uit 1611. Dit is gefinancierd door die protestantse koning James de Eerste. Maar die ging ook alleen maar mee in een ding. Maar anyway, dit is best een correcte Bijbel.
En dit klopt natuurlijk totaal. Dit is gewoon waar. Maar wat hier staat, dat is, ik zal het voor jullie opnieuw aanwijzen. 600, 3 score. 3 score, dat is 320. Dus 660. 3 score is 20. Een score is 20. Dus 3 keer 20, dat is 60. Dus 660 en 6. Ja, en toen zeiden ze 3 score. Ja, dat, ik zou altijd zeggen gewoon 600. Ik zou gewoon zeggen 666. Evil. En het zit hier allemaal in. Goed naar dit plaatje kijken. En dan kan je het allemaal zien. Kijk, wij mensen, we hebben er best een puinhoop van gemaakt. Laten we eerlijk zijn. En we kunnen de overheid wel de schuld geven, maar dat is eigenlijk ook niet eerlijk. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht met ons gaat aflopen. Er is helemaal geen reden voor. Dat wil helemaal zeggen dat er komen veranderingen. Er komt misschien wel een omwenteling. En misschien komt die omwenteling pas over 300 jaar. En is dat een zegen? Dat je achteraf denkt van, poeh, wat ben ik blij dat die omwenteling niet eerder gekomen is. Wij weten dat toch helemaal niet. Maar dat er een omwenteling gaat komen, dat is wel duidelijk. Dus met die Buitenlander toestaand, mag het nou toch voor iedereen duidelijk zijn. En nu is er met 9-11 zaten jullie nog een beetje. Nou, ik kan het niet geloven. Want 9-11, dat had me al lang bekend moeten zijn. Maar het is nu al over, denk ik. Dat snappen jullie nu wel. Dat, als ze die vluchtelingen hier naartoe kunnen halen, dan kunnen ze ook een 9-11 doen. En het goede nieuws is dat ze dit soort dingen, dat doen ze al zo ontzettend lang. En nu komen wij erachter. Dat was nog nooit zo. Wij moeten als mensheid gewoon eerlijk toegeven. Oké, we zijn gewoon zoveel duizend jaar lang voor de gek gehouden. Dat is het. En dan heb je de Bijbel uit. Dan ben je bij het boek der Openbaring. Dat is het laatste boek. En dan begint alles weer van voren aan. Ik lees er nog eentje voor. Ach, ik ga nog even door. Maar inderdaad. Maak het uit hoe lang het duurt. Anders knip ik het maar gewoon in zoveel stukken. Wat ik vooral wil is dat jullie ook gaan doen wat ik doe. Spreek je hart uit. Geef gewoon eerlijk toe dat wij leven in een tijd vol met leugenaars. En dat is een goed bericht. Je moest maar eens geboren zijn in een tijd met allemaal van die waarheidssprekers. En iedereen betrapt je de hele tijd. En dan kan je nooit een keertje. Maar goed, in dat soort gelukkige tijden, ongelukkige tijden, leven we er niet. Dat is niet zo. Wat is een reden waarom wij leven?
En die, dat is de reden. Daar kan je woorden over me tegenaan gaan knallen. En noem het vooral niet Alua Akabara. Zo, dat is een veel te lang woord. Logisch gesproken. Maar even terug naar de Bijbel. Dit is Openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Openbaring hoofdstuk 1, versus 12 tot en met 16. Daar heb ik er een klein stukje van gepakt. And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. En de rest is er dus kennelijk afgevallen. Dat is een beetje... Volgende keer maar beter doen. Ja. Even hier kijken. De kroon van het leven. Zelf heb ik ooit eens gezegd, en dat vond ik heel erg grappig, van als het leven makkelijk was, dan had God dat zelf al gedaan. Wij zijn er om het leven te doen. Wij zijn Bob de Bouwer. Een deel van ons denkt dat we daarom gewoon mooie waterzuiveringsinstallaties moeten gaan bouwen. En dan gaan we met z'n allen lekker georganiseerd poepen. En dat is dan het doel van het leven. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat gaat ergens anders over. En degene die dat snapt, hoe vroeg die ook maar is, voor mijn part ben je kansloos als je hier naar luistert. Dat maakt mij niet uit. Maar als jij het snapt, dan komt die kroon die je daar ziet, dat kan wel eens jouw kroon zijn. Maakt niet uit allemaal. Ja. Ik ga het even lekker voorlezen, maar het is best wel leuk eigenlijk. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, and that ye may be tried, and that ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. En zo is het, man. Het is gewoon echt niet anders. Ik kan ook wel zeggen van... Ik ben Ron Brandstreder. En ik ga jullie allemaal blij maken met een dode mus. En daarna komt André van Duin. En die heeft nooit iets gedaan met 14-jarige Marokkaanse jongetjes hoor. Want zo is André van Duin niet. Echt niet hoor. Maar het is dus wel zo. Dat maakt mij niet uit dat André van Duin dat doet met Marokkaanse jongetjes. Ik vind het wel raar dat we er dan de hele tijd in zitten te kijken.
dit is ook een hele mooie. Ik hoop dat jullie met me meekijken. We hebben het nog steeds over Max Beckman. En dit is een lito. Dat is, niet iedereen kan eventjes zo een lito maken. Echt een kunst. En hier zie je drie mensen op een rij. En met oren. En dit gaat over Openbaring, hoofdstuk 2. En er staat vers 28 en vers 29, die worden aangehaald in de beschrijving van het werk. And I will give him the morning star. Hier. Nou, hier kan je echt een hele tijd bij stilstaan. Want wie, oh wat, is de ochtendster, de morgenster, sorry. Jullie mogen even nadenken. In de logica is het een bekend dogma dat de Babyloniërs die spraken over de avondster en de morgenster. En volgens mij is dat. Ja, die mensen werden gewoon voor de gek gehouden, want het ging gewoon over de planeet Venus. En de morgenster, dat was dus een andere ster als de avondster. Want de morgenster die heette Phosphorus. En de avondster die heette Hesperus. Maar de morgenster, Phosphorus. Dat is dus ook het dogma van de satanisten. En die wordt dus hier gegeven. Voor de leidende. En deze weet ik niet helemaal wat hier staat. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Oh, misschien snap ik hem toch wel. Want de Spirit, dat is wat ons samenhoudt. Dat is mama empathie. Dat is wat ons samenbrengt. En de kerken die maken er in principe geld. Mensen kijken het zelf nog een keer naar. Dit is geen conspiracy theory hoax of zo. Dit is gewoon daadwerkelijk opgetekend. Je hebt in de grotten van Lascaux heb je ook van die mooie tekeningen. En dit is in principe hetzelfde. Dus je beperkt je als tekenaar tot. Ja, je kan niet veel. Je moet het maar doen met de middelen die je hebt. De lito. Openbaring hoofdstuk 3. Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not what thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Because thou sayest,
I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Denk er maar eens over na. Jörg Liesman, die gaat er prat op. Ja, prat op, ergens prat op gaan. Ik weet niet of mensen die uitdrukking nog kennen. Maar hij gaat er prat op. Dat je moet de Bijbel niet uitleggen. Je moet nooit vertellen aan mensen wat er staat. Je moet ze alleen maar vertellen dat het er staat. Je moet het zelf zien te vinden. En het heeft helemaal geen enkele noodzaak om naar mijn gewauwel te luisteren. En te denken dat dat het is. Wat noodzakelijk is, is dat jullie snappen dat het opgeschreven is. Die schrijft, die blijft. Kijk, mensen die zichzelf satanisten noemen, die zijn onder ons, dat is zo. En het is niet heel, niet per se geinig. Maar wij zijn degene die aan het einde van de rit, puntje, wil ik ook niet, ga ik niet invullen. Maar wij zijn degene. Oké, dan doe ik nu nog even als laatste vers 18. I counsel thee to buy me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment. And that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salue, and that thou mayest see. Wil iedereen laten. Ik ga dit niet verpesten, gewoon. Net zoiets als zo'n schaakmatch van Karpov tegen Tal of zo. Dit moeten jullie gewoon zelf begrijpen. Wij moeten echt leren dat die New World Order, dat is helemaal geen New World Order. Dat is een Old World Order. Is old shit happening. En als wij gewoon leren wat de vaderen verteld hebben, dat zou wel helpen. Of zoals een Amerikaanse dichter zei, van degenen die niet bereid zijn om de geschiedenis onder ogen te zien, die zijn gedoemd hem voor altijd te herhalen. En degene die de geschiedenis wel onder ogen willen zien, die zijn gedoemd om tanden knarsend toe te kijken hoe de rest de geschiedenis laat herhalen. Sorry. Hij was wel heel grappig, toch? Maar zo is het wel. En toch gaan wij gewoon de geschiedenis onder ogen zien. De mooie plaatjes dit, vinden jullie niet? Ik ga toch nog even proberen. Wacht even zo.
En anders knip ik dit stukje ertussenuit. Dat doe ik ook gewoon. Even kijken. Die dan? Ja. Kijk. Nu gaan we praten. Ah, ga weg. Zo, natuurlijk. Ja. Nou, dit is die hele mooie tekening. Dit is een litho, hè. Is in steen gemaakt, hè. In steen en dan ingekleurd. Zo. Doe het er maar eens na. Nou, dit stukje lees ik maar voor. En dan... Jeetje, wat een lang stuk, zeg. Oké, de eerste probeer ik dan. After this I looked and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was, as it were, of a trumpet, talking with me, which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter. Oh, 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 yeah. Nadien keek ik en, oh, een deur werd geopend in de hemel. En de eerste stem die ik hoorde, was net als dat van een trompet die tegen me praatte. Die zei, kom nader. En ik zal je de dingen laten zien die komen. En onmiddellijk, and immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper, and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne, in sight like upon an emerald. Nou, ik kom hier dus niet uit. Ik denk dat ik Jorik Gliesman ga vragen om mij te helpen wat hier nou allemaal staat. Maar er staat wel wat. Dat weet ik wel. En het leven der mensen, dat is prachtig. Dat is het mooiste leven wat er is. Mijn dochter die kampeert af en toe hier of zo. En de ratjes die lopen de hele tijd in de rondte. Die hebben ook een mooi leven, hoor. Maar dat leven van die ratjes, dat zou ik niet willen leiden. Daar heb ik geen zin in. Ik wil een leven wat een beetje, ja, iets verder rijkt dan... Waar is het graan? En ik kan er van ergens poepen. Ik wil iets verder. En jullie toch ook. En het antwoord weet ik natuurlijk niet. En jullie willen ook niet dat ik het antwoord weet. Dus dat is toch makkelijk. Nou. Dag lievers.